Ja, waar wel een groot feest, nou ja, groot feest wordt gehouden. Dat is in Rotterdam, want morgenavond dan is het zover de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Lara Zevenberg van nu.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, corona houdt iedereen toch ook daar een beetje in zijn greep, hè? Want er zijn toch wel wat coronabesmettingen vastgesteld bij verschillende deelnemers bij landen die meedoen. Ja, gisteren was het een sneuwe openingsloper, want er liepen zeker 4 landen niet mee vanwege dus die coronabesmettingen. Bij IJsland is er iemand besmet en bij Polen is er iemand besmet. En daardoor mochten Malta en Roemenië, die een hotel delen met die landen, die mochten er ook niet bij zijn. Ja. Is dat te zien? Merk je dat een beetje aan de sfeer? Nee hoor. Ik bedoel, ja, Duitsland had bijvoorbeeld wel heel lief, had op zijn jasje foto's van alle landen die er niet bij konden zijn. Maar voor de rest, het drukt niet echt op de sfeer. Mensen zijn sowieso al super voorzichtig. We moeten altijd allemaal mondmaskers op. Iedereen moet getest. Dus het maakt niet zo heel erg veel verschil daarvoor, moet ik zeggen. Maar is al wel duidelijk of die landen die nu coronabesmettingen hebben, of die wel mee mogen doen? Nou kijk, sowieso doet iedereen altijd mee. Daar is een backup voor gemaakt in eigen land of ergens anders. Dat mag ook. Maar er is een backup video gemaakt. En die wordt uitgezonden mochten de landen zelf niet op het podium komen staan. Dus Australië bijvoorbeeld, die morgen meedoet, die zien we sowieso niet live, maar die zien we in die backup video. En dat kan mogelijk ook gaan gebeuren bij Malta en Roemenië. Dus hoe dan ook doet iedereen gewoon mee. Maar ja, het is wel even de vraag of het op dat podium is. Ja, en ook er komt publiek bij natuurlijk. Zou dat op het laatste moment allemaal nog anders kunnen gaan worden? Nou, ik heb Hugo de Jonge vorige week gesproken. En die zei tegen mij dat hij het gewoon echt niet reëel vond om die tickets nu nog in te gaan trekken. Dus ik denk niet dat dat allemaal nog anders wordt. Het is ook echt heel erg met regels. Hè? Want het publiek mag bijvoorbeeld niet mengen met journalisten. Mag niet mengen met de artiesten. Wij mengen in principe ook niet met de artiesten. Ik heb Jean-Guy bijna alleen nog maar gesproken via Zoom. Dus er wordt echt wel heel veel rekening gehouden met wat de risico's zijn. Dan wordt het wel in één keer een heel clean songfestival. Want het songfestival was juist altijd van het mengen, toch? Grote feesten. Ja, het is ook altijd normaal gesproken in het perscentrum. Dan loopt iedereen door elkaar heen. Je zit dicht op elkaar op de tafels. En er komt ineens een artiest bij zitten. En ja, dat is nu gewoon allemaal heel anders. Het kan gewoon even niet. Maar het went wel, moet ik zeggen. Want ik loop nu al een week rond. En ja, je weet eigenlijk gewoon niet beter op dit moment. Nee. Wat is jouw indruk als jij daar al een week loopt? Ik bedoel, we hebben het decor gezien. We hebben de hoeveelheid licht gezien. We hebben de hoeveelheid mensen gezien die eraan meewerken. Wat is jouw indruk van dit songfestival? Nou, het is waar gisteren heel veel over gesproken werd, is dat het heel strak geregeld is. Er staat Nederland ook redelijk onbekend. Maar gisteren die loper, daar normaal gesproken ben ik daar om 11 uur klaar. Ik liep nu om 9:30 weg daar. Dus het gaat allemaal heel goed op tijdschema. Wordt heel goed nagedacht over hoe kunnen we het allemaal zo goed mogelijk regelen. En dat is ook echt wat andere landen zeggen. Van, kunnen jullie het volgend jaar niet ook doen? Kan het hele team niet mee? Want het gaat fantastisch hoe het allemaal geregeld is. En dat is echt wel een groot verschil met voorgaande jaren. Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook behoorlijk kunnen oefenen. Want een groot gedeelte van dit Nederlandse team ging eigenlijk altijd al naar alle songfestivals toe om het te regelen, toch? Ja. Ja, dat helpt heel erg inderdaad. Bijvoorbeeld Babette Verstappen, die loopt echt al jaren mee. Dus die heeft alles al meegekregen. Dus die weet heel goed van, nou ja, dit zijn de dingen waar je tegenaan kan lopen. Zo lang duurt het ongeveer om mensen over die loper te krijgen. Het was een meter of 200, hè, die loper. Dus het duurt gewoon allemaal best wel lang. Ja. Ja, dan is het heel fijn als je weet waar je aan toe bent. Ja, en ook het technisch team, dat is eigenlijk hetzelfde als al die andere jaren. Weet je wel, alle lichtjongens en geluidjongens werden overgevlogen daar naar waar het is. Hey, dan eventjes over onze inzending natuurlijk. Ja. Jean-Guy McCroy, zonder eerst maar eventjes de top 3 bij de boekies nu te gaan verraden. Hoe gaat het eigenlijk met hem? Nou, Jean-Guy, hij gaat zelf heel goed. Hij staat er heel positief in. Hij heeft er heel veel zin in. Ik sprak ook zijn broer van de week nog even. Die heeft er ook helemaal zin in. En zij gaan in principe gewoon voor de winst, hoor. Ze hebben zoiets van, we gaan het gewoon proberen. De boekmakers zijn het er niet helemaal mee eens. Die zeggen van, hoger dan plek 30 wordt het niet. Nou kan ik je verklappen, het wordt sowieso hoger. Want wij zitten in die finale en dan zijn er al geen 30 landen meer over. Dan zijn het er nog maar 26 uit mijn hoofd. Lager dan 26 kunnen we niet worden. Dat is in elk geval heel positief. Nou, dat is een hele geruststelling alweer. Ik vind het wel knap dat Jean-Guy zo positief blijft. Want als je dan die lijst van de boekmakers bekijkt. Dan denk je, ja, plek 30. Ja, ik heb eigenlijk of 26. Waar doe ik het nu eigenlijk voor?
Nee, ja, kijk, wat denk ik gewoon heel erg helpt, is dat hij loopt daar natuurlijk rond met een hecht team. Iedereen is heel erg elkaar aan het oppeppen. Ze hebben het heel gezellig met elkaar. Het helpt gewoon heel erg. En ik denk ook, maar dat is natuurlijk niet officieel, maar we willen het niet nog een jaar. Dan moeten we het allemaal een keer organiseren. Het kost bakken met geld. Dus op zich is het ook prima als we niet helemaal bovenaan eindigen. En Jean-Guy heeft gewoon een goede boodschap en die wil hij overbrengen. Ja, en of dat nou via plek 30 of plek 2 is, dat maakt voor hem niet uit. En zaterdag is het dus zijn beurt. Op welke plek staat hij in de ranglijst, zeg maar, voor de optredens? Ik weet eerlijk gezegd even niet op welke volgorde er nu, wanneer hij er moet staan. Want daar wordt ook nog van alles voor bepaald. Hè? Want morgen hebben we dus die eerste halve finale. Dus dan weten we pas welke 10 landen daaruit meedoen. Daarna, op donderdag, is de tweede halve finale. Daar komen ook nog 10 landen uit. En dan pas weten we echt helemaal zeker op welke plek zijn nummer komt te staan. Dus dat laat ik jullie nog weten. Oké, okay. Dan eventjes. Bij jou gronst het natuurlijk ook van de geruchten over wie het dan wel zou gaan winnen. Heb jij alweer een vers lijstje met de top 3? Nou, op 1 staat op dit moment echt wel Italië. Ik heb gisteren op de Rode Loper, of op de Turquoise Loper moet ik zeggen, heel veel artiesten gesproken. En die zijn toch wel heel erg positief over Italië. Zij komen live ook echt tot hun recht. En dat is wel een belangrijk punt natuurlijk met het Songfestival. Ook Frankrijk maakt echt goede kans. Het is een prachtig liedje, voilà. En Barbara Pravi is ook een heel leuk en lief mens. Dat helpt gewoon ook. Daar willen mensen dan graag op stemmen. En die plek 3, ja, die schippert een beetje. IJsland maakt daar nog kans, maar daar zal ook nog wel veel verschil in zitten of ze daadwerkelijk op het podium kunnen gaan staan. Je ziet Malta daar veel voorbij komen. En Zwitserland is nu echt wel uit die top 5 gezakt, maar die stond ook een hele tijd in die top 3. Ik krijg bij Italië een beetje het gevoel van The Cure. Snap ik wel. En het is ook wel grappig, want normaal gesproken heb je eigenlijk ieder jaar maar 1 zo'n inzending. Dit jaar heeft Finland ook een beetje rockachtige inzending. Dus we hebben ineens 2 van dit soort landen, maar Italië springt er echt wel bovenuit. En okay. Het is echt iets anders dan we gewend zijn. Dus dat is ook wel leuk. Nou, wat staat er vandaag op het programma waar we het morgen over kunnen gaan hebben? Want we gaan jou elke dag natuurlijk gaan we jou contacten. Ja, leuk. Vandaag zijn de repetities voor de eerste halve finale. Dus vandaag ga ik al zien welke rollen Nicky, Chantal, Jan en Cecilia hebben. Op welke volgorde ze precies gaan praten. Wat ze al aan hebben. Want het zijn ook echt wel dress rehearsals, zoals ze dat noemen. En wat een belangrijk punt is dat vandaag is de jury voting. Dus vandaag gaan uit ieder land de jury meekijken. En die geven de helft van hun punten al. Of tenminste, zij bepalen de helft van de punten voor de eerste halve finale. En dat is vandaag al. Dus vandaag is ook echt wel een belangrijk punt voor die artiesten. Oké. Okay, nou, dat heb je toch een heerlijke baan dat je er allemaal bij mag zijn. Lara Zevenberg van nu.nl. Dankjewel en tot morgen. En dan horen we alle ins en outs weer over het Songfestival.